Groei is al een vorm van succes. 50 miljoen platen verkocht hebben, of is dat twee, één keer kom ik op tv, of ja, dat is ook heel relevant wat een succes is voor iemand. Is heel moois als je het behaalt. Is gewoon, ja, dat kunnen kleine dingen zijn, kunnen grote dingen zijn. Je zou kunnen zeggen, succes is triomf. Je hebt succes als je doet waar je voor bedoeld bent. De hele wereld ziet dat je iets hebt bereikt, dat je iets goed hebt gedaan. Dat kan. Dat is ook mooi. En het is ook fijn om je successen te vieren met anderen. Doen wat ik echt wil. Mijn succes is dat ik gezien word. Dat trainers zien dat ik tot het uiterste ga. Dat ik kan doen wat ik voor ogen heb. Dat zie ik als succes. En dat de mensen om me heen het begrijpen. En dan heb ik toch iets bereikt. En hun hebben het gezien. En dat ze het eindelijk een plek kunnen geven. Goed, het was echt heel leuk. Sowieso, Roadtown is echt, ja, dat is een thuiswedstrijd. Dat is gewoon tof. Achtergelaten, er is legacy. Je kan, dat is er gewoon. Ik heb twee albums en deze ben ik heel trots op. En ik heb een toffe release party gespeeld. LPM. Vorig jaar hebben we live gestaan bij het Bevrijdingsfestival. Dat vond ik een hele succesvolle moment. En sowieso bij elke videoclip die we droppen, heb ik dat succesgevoel, weet je. Want videoclip maken, schieten, al die voorbereidingen daarvoor is echt heel veel werk, weet je. En op het moment dat het product af is en afgeleverd, snap je, geüpload of wat dan ook, dan ja, krijg je wel steeds het gevoel van oké, we hebben het weer gedaan, weet je. En dat geeft je die motivatie om weer door te gaan naar de volgende project. Als succes. Wat wel succes zou ervaren. Als bedrijven meer kwalitatieve studenten hebben. Namens, ja, dankzij Awardus eigenlijk. Dus dat studenten zich profileren bij ons op de website. Daardoor aan een betere kwalitatieve stageplek of bijbaan komen. En dat de bedrijven daar profijt van hebben en de studenten. En wij dan ook, want wij zijn dan gewoon blij dat wij dat hebben kunnen maken eigenlijk. Ja, dat is het succes, want dan klopt ons product gewoon. Dan klopt het product. Ja, daar heeft ze zich echt bewezen. Oh,
streven. Ik wil dat LBM een erkend label wordt. Dus gewoon dat het erkend wordt door iedereen als een label die thuis hoort in de scene. En die gewoon mee kan draaien op niveau, want dat kunnen we. Dat is voor ons belangrijk. Hallo, 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 LBM. Ja, we hebben 2,5 week geleden de website gelanceerd, het nieuwe platform. Dus ik zie dat wel echt als een mijlpaal. Ja. En de pilot was succesvol natuurlijk, dus dat betekent dat bedrijven en studenten toch wel geïnteresseerd zijn in het onze dienst eigenlijk. Ik zie wel heel veel successen. We hebben een investering binnengehaald van zoveel duizend euro. En we hebben een deal met het Alpdal College. En we zijn nu bezig met het in Holland en het STC. Dus ik kan wel successen op zich. Ja. Scholen zijn enthousiast, ja. Bedrijven. We hebben 6 oktober met alle managers van het in Holland een afspraak om het idee te presenteren. Dat is nationaal. Gaat dat goed, dan is dat ook een succes. Dus we maken wekelijks wel een succes, ja, mee. Denk ik heel moeilijk. Een album beginnen en helemaal afmaken tot einde is best wel iets waar veel mensen mee kampen, denk ik. En ik zeg, het is echt niet makkelijk. Maar als je helemaal doet, dan is het echt gek. De release is er. Dat is gewoon, we hebben het afgemaakt. Nu kan ik dood. Nee, grapje. Zet ze maar op de linkerhand. Een beetje, dan hebben ze heel veel moeite mee. In de aanval, als we aan het opbouwen zijn, probeer je veel meer eens de paas rond te spelen. Ik zie dat er een paar inkomen willen gelijk gaan schieten. Dat moet je niet doen. Je moet dan even feeling hebben met die bal. Dat is mijn grootste succes, dat mijn moeder het accepteert. Dat ze echt ziet dat haar zoon gewoon wat hij doet, gewoon niet zomaar iets is wat hij doet. Dat het echt gewoon zijn leven is. Mij is succes op het moment dat ik mij nooit meer zorgen hoef te maken over vaste lasten en dergelijke. Snap je? Ik heb geen idealen om superrijk te krijgen. Sowieso iedereen wil een miljoen op de bank hebben staan. Maar dat is niet waar ik het voor doe. Weet je? Ik wil gewoon sowieso, als ik kan leven van wat ik leuk vind om te doen, dus muziek maken, dan voel ik mezelf als succesvol. Op het moment dat ik gewoon altijd kan leven van wat ik doe. Daar heb ik mijn succes behaald, vind ik. Yo, what's up? It's your boy Demo. LBM Dingen. We zijn er weer bij aflevering 13. We zijn bezig met de beatmakers. We overhogen in ieder geval de verbinding te maken tussen de wijkrekening. Met name gefocust natuurlijk op ondernemerschap. Met werkgelegenheidsprojecten en aanpalende onderwijsvoorzieningen. Ja, dat lijkt me, dat zie ik wel een groot raakvlak. Ons platform gebruiken om jullie bedrijven te linken aan, ja, de studenten. Want er kan alles online verlopen. De enquête is gehouden, het systeem is getest. Onder een aardig wat studenten, plus min 500. Die is goed afgerond. De resultaten hebben we meegenomen na de zomer. We hebben geëvalueerd, gekeken waar de meeste vraag naar was. We gaan ook meedoen aan, wat was het ook weer? Move Your Skills? Move Your Skills, ja. En ook in samenwerking met Rabobank natuurlijk. Hier is die. Yeah! Ja joh, hier is die dan. Zonder deze jongens niet mogelijk. Ze staan er ook in met een hele coole foto. Ja, dat is wel een succes, ja. Dat is een mijlpaal. Dit is wel weer een stukje bestaansrecht en weer iets wat we hebben behaald. Want we zijn natuurlijk maanden en maanden niet meer bezig geweest. En dat je dat eindelijk kan releasen, dat betekent, fuck it, we hebben het gewoon afgemaakt. De afgelopen maanden zijn vooral gegaan in het benaderen van nieuwe partijen die meedoen met het project. Ik heb een album gereleased, in september was dat. En dat was één groot feest, het was te gek, het ging goed. De afgelopen maanden waren het een attractie. Ja, het was ups en downs, meer dan gewoonlijk.
Ja, blessure, het gaat nu wat beter. Ik kan weer basketballen. Ik heb weer een maandje vast moeten zitten voor oude boetes en zo. Dus dat is gebeurd.